Yo, mensen, Groen van de EPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik hier met AIDS. Nee, dat bedoel ik niet. Wat ik wil zeggen is, ik ga vandaag Weekend League spelen en ik heb mijn Weekend League Awards voor jullie. Maar ik heb weer mijn audio verkeerd opgenomen, omdat echt, jongens, ik heb zo'n dingetje. Ja, ik ga jullie even uitleggen. Camlink heeft Elgato uitgebracht en daarmee kan je dus met je camera kan je heel makkelijk opnemen op je computer. En dat is echt best wel tof en dat is oprecht heel nice. Maar het werkt er bijna nooit. Dat is een beetje jammer, ja, het werkt gewoon bijna nooit. En dan moet je alles opnieuw instellen. En op het moment dat je het opnieuw instelt, dan neemt hij zeg maar mijn microfoon op, dat is deze. Hallo. Maar ook het geluid van de camera zelf. Dus ja, daar krijg je dus dubbel geluid. En ik krijg daar echt herpes van. Maar dat is dus ook gebeurd bij mijn rewards. En ik kreeg best wel goede rewards. Ik denk ik kan mijn rewards wel weer met audio laten zien. Ja, laat ik het maar even doen. Het spijt me voor de oor-aid. Zet alles even je geluid uit en kijk even naar mijn rewards. En ze waren oprecht best wel goed. Oké, op zich wel goed. Ik denk niet meer, maar 89, dat is natuurlijk wel heel hoog. Dus dat was best wel lekker allemaal. Maar ja, nu gaan we dus het weekend in. Ik heb 750k, want ik heb mijn spelers verkocht. Dit is mijn team. Laat achter in de comments, mensen. Welke speler moet ik... Ja, wat moet ik upgraden? Wat moet ik doen? Zeg het mij. Want ik weet het niet. Dit is mijn team. Ja, ik kan info Kante kopen. Maar ja, ik kan ook Kante verkopen. En dan kan ik een icon kopen van... Nou, Kante is 400k. En ik heb 750 van 1,1 miljoen. Dus ja, dat is op zich ook alweer aantrekkelijk, lijkt mij. Dit zijn nu mijn wissels. Maar ik zit aan te denken om Mertens op de bank te zetten. Want Mertens is best wel goed. Ja, en daarom wil ik hem op de bank hebben eigenlijk. Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Ik heb ook gewoon Van Dijk nog, besef dat even. En hey, Kimpembe, waarom is hij niet geüpgraded? Hij is toch door? Huh? Waarom is hij niet geüpgraded? PSG is toch door? Ben ik nog gek? Ja, hij is 100% door. Dus we spelen misschien volgende week pas. Oh, dat zal het zijn, ja. We spelen natuurlijk volgende week pas. Aha. Maar ik ga even Mertens op het bankje zetten. Gewoon voor de handig. We gaan vandaag even Weekend League spelen, want mensen, dit wordt de week dat ik Elite 2 ga halen. Ik voel het. Eigenlijk moet ik gewoon Inform MLP kopen, hè. Want ja, daar kan je echt niet minder van worden. Eigenlijk moet ik ook gewoon Inform Kante kopen. Want ik heb nu gewoon de coins om dat te doen. Ik wil eigenlijk ook Griezmann, die 90 rate. Want die wordt straks 91. Maar die is volgens mij echt heel duur. Maar ik kan hem denk ik kopen. En aangezien ik Griezmann fucking goed vind, moet ik dat eigenlijk doen, hè. Want die gaat sowieso omhoog ook. Qua prijs. Maar hij is sowieso 1,5 miljoen of zo. Deze. 2,6. Hou op. 2,6. 2,6. Dat was 1 miljoen toen ik hem kocht. Toen ik kon kopen. Hij is nu 2,6. What the fuck? What? Ik weet dat hij 1,90 wordt, maar kom op. 2,6 miljoen. Hij is duurder dan Ronaldo. Waar gaat het over? Jezus, man. Oké, laten we maar beginnen met Inform Mbappé. Deze heeft 2. Heb je ook altijd even kijken naar die stats? En dan zie je, hij heeft 42 wedstrijden, 6 goals. Van, oké, dat kan geen goede zijn. Dus dan ga ik maar voor deze. Het staat echt helemaal nergens op, maar ik, zo leef ik wel. Oh, ik heb niet genoeg coins. Oké, nou, ik ga eerst mijn normale Mbappé even verkopen. Ik ben gewoon heel aan het switchen. Maar zeg jullie nou van Koen, je moet echt even deze speler halen. Echt, laat het me weten alsjeblieft, mensen. Echt, dit helpt mij alleen maar. Oeh, ik maak verlies op hem. What the fuck? 70k verlies. En dan tags eraf. Smeren veel verlies. Kijk, als ik hem dit jaar nog zou kunnen plaatsen, zou het lekker zijn. Doe trouwens zeker een duimpje op deze video, mensen. 2000 likes is er komt er morgen een lekker smikkel nieuw video. Laten we Kante ook maar gelijk verkopen. Kante is gewoon 436k. Waar gaat het over? Nou, en dan hebben we die allebei verkocht. En dan kunnen wij Inform Mbappé en Inform N'Golo. N'Golo! Ik heb gewoon 1,5 miljoen nu. Wat heb ik veel coins? Als je het zo bekijkt. Laten we beginnen met Mbappé. Hoppakee. Haha. leuk. Refresh. Misschien zaten we wat goede deals op nu. Ja, wat goede deals. Zijn ze nou weg? Oh, we zijn allebei verkocht. Oké, super nice. Super fijn. Blij mee. Oké, heeft er eentje goede stats. 90 wedstrijd, 30 goals. Niet goed. Nee, ook niet goed. Niemand heeft goede stats met deze gast. Oké, hij wel. Dan gaan we voor die. Ook al is dat een RV. Maakt mij niet uit. 90 wedstrijd, 4 goals. Dat is zo slecht. Gaan we wel voor hem. Ik heb toch 1000 van die kaartje. Oké, die. Oh mijn god. Ik heb helemaal niet genoeg coins. Ik heb helemaal niet genoeg coins voor Kante. Hoe kan dit? Waarom heb ik ooit gedacht dat ik genoeg coins heb voor Kante? Ik had 300k nodig. Oh, Kante is echt 700k duurder. Oh, ik haal mijn leven. Gast, ik heb echt zoveel herpes. Kante is 1 miljoen. Kante is 1 miljoen. Ik haal het gewoon bij lange na niet. God. Ik ben zo'n kneus. Ik maak nu gewoon fucking veel verlies op tags. Ik haal mijn leven. Wat ben ik een kneus? Dit is toch niet normaal? Even serieus, man. Dit is wel echt... Echt ongelooflijk. Je hoor je eigenlijk gewoon straf voor te krijgen. Jezus, wat slecht. Wat slecht, wat slecht. Nou, mensen, gaan weer een normale Kante kopen. Want ja, ik heb een. Ja, een soort kronkel in mijn hoofd. En daardoor heb ik soms niet helemaal door dat ik mensen niet kan kopen. Maar gewoon 200k, meer dan 200k te weinig. Maakt niet uit verder, maakt niet uit. Heb ik mijn leuke, lekkere Kante hebben verkocht. Goed gedaan, Koen. Uitstekend. Alright, ik heb Kante gekocht, mensen. Super nice, blij mee. Heerlijk. Wat een fantastische aankoop. Oké, we gaan dus een potje Weekend League spelen, mensen. En wat we daarna gaan doen. Als we de 2000 likes halen, dan upload ik morgen, dat horen jullie goed mensen, morgen een nieuwe video met Weekend League potjes. Want dit wordt mijn week dat ik Elite 2 ga halen. En als ik dat niet haal, dan gebeurt er niks, maar ik wil het gewoon halen. Maar laten we een potje gaan doen.
Mensen, ik ben er klaar voor. Let's go. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Ik kan niet beneden. En dan blijf je op de hoogte van leuke video's. Abonneer. En druk op het belletje. Hij zegt team belletje. Lekker hoor. Dit is mijn eerste tegenstander van zijn team. Oh. Hij heeft alleen maar special cards op Neuer en op Boateng. Nou, wat een team, gast. Maar ja, aan de andere kant, zoveel special cards, handicap. Ja, nou heb ik ook wel aardig special cards. Ik ben dus echt zwaar benieuwd hoe mijn team gaat spelen. Oh, ik heb natuurlijk... Oh, ik heb natuurlijk nieuwe mensen toe. Hoe moet ik eigenlijk allemaal tactieken doen? Ik ben trouwens naar de kapper geweest, mensen. En je zegt waarschijnlijk, Koen, je ziet er echt uit als een vermoorde rat. Eens. Maar is er iemand die er op het moment dat hij van de kapper terugkomt er goed uitziet? Volgens mij is het bij... Vrouwen, bij het vrouwelijke geslacht, is echt de dag dat je van de kapper terugkomt, zit het echt best. Bij mannen is het echt precies andersom. En gedachte dat je van de kapper terugkomt, want die doen je haar nooit zoals je wil. Kijk, dan kunnen ze dat nog prima knippen, maar dan doen ze iets in met wax of zo, of met gel. En dat jij echt denkt van, what the fuck, heb je herpes of zo? Nou, is dat niet zo heel aardig natuurlijk. Zo, ik ben aan het tikken, jongen. Hop, hop, hop. Hey, scheidsie! Hey! Oh, nee! Oh, goed. Vooraan, overheen! Wat doe je? Oh, mijn god. Oh, lekker, lekker, Courtois. Wat deed je vooraan? Ik weet niet wat daar gebeurt, maar het is al het begin van de itch. Mensen, ik ga dus aankomende zondag, dus dat is voor jullie morgen, ga ik dus opnemen met de bankjes. Een hele leuke video. Echt heel veel zin in. Maar, het probleem is een beetje, ik kan dus geen weekendleague doen. We zijn echt de hele dag bezig met die opnames. Yes, Neymar 1-0. Inform Neymar, dat is niet goed. Maar ik moet dus ziek veel potjes spelen op vandaag en morgen. Want ik ben er dus niet op zondag. Dus ja, dat wordt echt flink rage. En daar ben ik dus een beetje bang voor. Want ja, ik wil heel graag Elite 2 halen. Maar ja, gaat dat lukken in 2 dagen? Want ik kan nu niet echt lekker mijn potjes verspreiden. Want ik moet er vandaag 15. Eigenlijk zaterdag ook 15. Maar ja, zaterdag spelen is echt... Ja, ik wil niet zeggen vervelend. Maar het is toch wel vrij vervelend. Ah! Scheiße, Hens! Hens! Nou, ongelooflijk dit. Oké, goed. Goed. Hoppa, voor. Oeh. Hij woont in Ananas, diep in de zee. Ik weet niet waarom Petit zo ver voor staat. Het lijkt alsof al mijn tactieken naar de galamiezen staan. Want waarom staat Petit zo hoog? Suarez doen! Oh mijn god, wat hij erin zat. Ik wou eigenlijk al juichen, maar toen was hij gewoon mis. Hop. Oh, hier, ik tik je door. Griezmann, goal! 2-0! Antoine Griezmann. Easy goal. Lekker. Ja, dit is wel een... Ja, als al mijn potjes zo gaan, dan ben ik natuurlijk hartstikke tevreden. Want ja, ik speel lekker... Kante is er goed tussen met nummer 11. Goed hoor. Blij mee. Kijk, totaal geen oog-aids van. Oh, toch wel. Oh, wat, dit is wel een mooie paas trouwens. Nou, Mbappé, laat maar zien, jongen. Mbappé! Goal! Die schoot hard. Hij is gelijk weg. Het is gelijk weg. De eerste game, gelijk een rage quit. Lekker. Oh, huh. Lekker zeg. Kylian! Let's go. Hij is geliefd. Eerste overwinning is binnen, mensen. Lekker. Blij mee. Oké, mensen, potje 2. Wacht, ik weet niet of ik heb fitness gegeven. Jazeker. Al was het niet nodig, want mijn vorige tegenstander was zo snel weg. Dan gaan we. Let's go. Tegenstander nummer 2. Ik even door, man. Oh, het is zo'n langzame doorklikker, dit. Oh, ze zullen dus een bier te drinken of zo. Wat op zich niet nadelig voor mij is. Dit is zijn team. Ja, 3 in de back. Ik kan me oprecht niet herinneren dat ik ooit in een 3 in de back gekomen ben. En het lijkt me ook niet dat hij gaat switchen, want hij heeft niet echt een rechts of links back. Ik moet zeggen, dit komt mij helemaal niet verkeerd uit. Want ik speel met 3. Nou, met Neymar en Mbappé op de zijkant. En als je daar geen verdediger tegenover hebt, ja, dan ben ik toch bang voor omdat ik daar doorheen ga wandelen. Maar ja, je weet het niet. Laten we maar gewoon ons best gaan doen. En dan zien we het wel. Kijk, meer kan je niet doen. Oh, dit is een heerlijk balletje. Oh, kort is het. Oh, Dongie. Petit. Boom. Lekker. 1-0. Hoppakee. Petit. Mensen, ik zweer het je. Hierna, als ik deze pot win, wat nog niet zeker is, maar als ik hem zou winnen, in theorie, dan hoef ik er maar 23 te winnen voor die 2. Ja, dan makkie. Heerlijk. Heerlijke 1-0 voorsprong. Ja, deze man, ja. Je ziet gewoon dat hij stress uitverdedigt en alleen niet de bal weg wil schieten en dan paast. En waarschijnlijk is hij nu zijn hoofd aan het slaan tegen zijn bureau. Ja, ik kan over mee vertellen. Ik heb het ook regelmatig gedaan. Al was het vaak niet met hoofd, maar helaas met controller. En ik kan je vertellen, zo'n controller gaat eerder kapot in je hoofd, maar je verliest er wel minder hersencellen door. Dus als ik een tip moet geven, controller of hoofd, ja, toch hoofd. Even zo, hoppakee, hop, en weg is hij, en weg is hij. Dan doe even tikkie, en dan zo, even op, en dan denkt hij, oh, waar gaat hij heen? Dan denk ik, ja, weet ik ook niet. En dan Mbappé, je schiet gewoon, en zo recht in de handen van de keeper. En dat was gewoon een kutschot. Ja, zo makkelijk is het, mensen. Nee, nee. Klote. Hij is geen eerlijk doelpunt, dit. Ja, ik weet niet waarom niet, maar kom op, hé. Hey. Wie gebruikt nou zo'n Champions League kaart? Even serieus. Nu door. Door. Ja, te dragen. Klote bal. Nee, ik had hem niet mee. Oh, hoe kan dat nou? Hij lag echt perfect om mee te nemen, jongen. Nee, maar, jongen. Ha, jongen. Hij heeft 0 schoten op goal. Hoe kan hij ooit scoren? Hé? Hey? Ik vond al dat hij hem raar binnenschoot. Helemaal niet FIFA-achtig. Maar blijkbaar dacht FIFA er ook zo over. Want het telt niet een schot op goal. Volgens mij paasde hij hem gewoon langs mijn keeper. Wat het nog lulliger maakt. Nu door. Ja. Ja. Boom! Nou, hoe gaat het er nou niet in? Hoe kan dit er nou niet in, mensen? Nee, dit meen je niet. Oh mijn god. Hij heeft letterlijk 2 schoten of zo. Dit kan toch niet, man? Hoe slecht ben ik aan het verdedigen, jongen? Dit is echt ongelooflijk. Nee.
Nee. Oh mijn god, dit meen je. Heeft die Pater nou 3 gescoord? Ik word echt helemaal lijp hier. Oh, gewoon mijn tweede verliespartij. Ik bedoel, mijn tweede pot, mijn eerste verliespartij. What the fuck? Goed. Nu op Suarez. Lekker. Nu op, Griezmann, geen buitenspel. Lekker, 3-2, kom maar. Kom aan, uitstekend uitgespeelde aanval. Heerlijk. Gewoon tok, tok, tok in één keer doorheen. Heerlijk doelpunt. Binnen 5 seconden was ik aan de andere kant. Binnen 6 seconden lag ik erin. Goed. Kom op. Ja, nu. Ja. Geef die voorzet. En dan komt Suarez. Goal! 3-3. Hoppa, lekker. Oké, okay, we gaan weer even naar onze normale opstelling. Want nu hoef ik niet meer ultra tekken. Nee. Hou je back. Oh mijn fucking god. Alles gaat erin bij deze gast. Ik word niet... Hij sust me. Oh, nu is het oorlog. Is goed, ik heb niks verkeerd gedaan tegen deze gast. Ik heb gewoon mooie doelpunten gemaakt. Gewoon echt prima doelpunten. Nee, is goed. Nee, maar als je zo wil spelen, jongen, dan kan je het krijgen, goos. Wat een tyfus goal. Zo'n goal maken en dan sus je. Moet je echt kapot schamen. Ultra attacking, daar gaan we weer. Mertens. Heerlijk, let's go. Lekker. Oké, nou geen... tegenkool krijgen. Een heel mooi doelpunt van Mertens. Well done. Goed gedaan. Maar ik voel wel die klein beetje trigger. Hij heeft me wel getriggerd gemaakt. En dat is op zich wel jammer. Dat moet je natuurlijk niet hebben. Tussen. Nee, maar kom op. Ja. Kom. Nee! Ik kon die bal geven! Hoe kan je nu fluiten? Ik was letterlijk 1-1 met de keeper. What the fuck? Oh mijn god. En dan komt hij. En Tramp. Ja. Hij maakt eigen goal! Lekker. Yes. Oh. Lekker. Hij maakt de eigen doelpunt. Wat heerlijk. Dit is nog veel lekkerder dan ik hem score. Anders had Mertens hem weer gemaakt. Die loopt wel goed door. Die speelt best wel lekker eigenlijk. Yes. Ik moet even mensen wat ik ga doen voor de volgende video. Ik ga even instellingen instellen voor zowel ultra verdedigend tot ultra aanvallend. Want ik heb nu alleen eigenlijk verdedigend en ultra aanvallend heb ik aanstaan. En dat wil ik even veranderen. Want ik wil eigenlijk gewoon ook even dingen hebben voor ultra verdedigend. Want ik wil nu... Nu zou ik gewoon heel graag gewoon lekker... Dat ik een switchje doe en dat ik 5 in de back ga. Dat lijkt me echt heerlijk. Ik ga hem toch kort geven. Dus ik ga er even naartoe. Hé, mijn speler ligt! Sta op! Oh nee, hij loopt. Nee, wat staat hij vrij? Oh mijn fucking god. Dit is toch kut. Dit is kut. Gast, hoe kan hij nou zo vrij staan? Waarom? Ja, er komt allemaal dat die Blank op de grond getiefd werd. Blank moest naar die man toe. Hij raakt de bal niet eens met zijn hoofd. Oh mijn god, wat doet Marcel ook op de lijn? Oh, ik word echt para. Dit is echt onterecht gewoon. Ik ben echt veel beter. Door Suarez moet hangen zijn. En het is hangen. Tuurlijk is hangen. Tuurlijk. En we gaan je zusje. Nee, want ik zus niet meer. We gaan nu dabben. Oh, yes. Lekker 6-5. Daar ga je. Met je gesus. KFC. Lekker. Kom maar. Kom op. Oh, heerlijk. Ja, dan gaan we even rustig langs. Ja, daar gaan we. Even terug op Nainggolan. Ja, lekker. Geef hem door op Suarez. Suarez door met een balletje op Mertens. Mertens op Lozano. Lozano loopt er rustig langs. Geeft even nog een voorzet. En boom, geen goal. Neymar, de pantoffel! Oh, wereldgoal. 7-5. Neymar, hij is helemaal kapot. Maakt hem geen reet uit. Hij schiet hem binnen. En wat een wereldgoal. En daarom sus je nooit. Nooit zusje. Kijk, derde is al vervelend genoeg, maar zusje, dat moet je gewoon niet doen. Behalve als je 3-0 achter staat en je maakt 3-3 en hij zit 18 rond spelen, dan mag je zusje. Gewoon zo'n wedstrijd, er was niks aan de hand. Ja, en deze goal, oh. Wereld. Heerlijk zeg. Mensen gewonnen. Easy, let's go. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, mensen. Als je hem leuk vindt, vergeet zeker niet te liken. Ik ben heel erg blij. We gaan 2-0 in de Weekend League. Moet ik nou nog een speciale speler kopen? Laat achter in de comments. Mertens is mee op de match. Wel terecht, want hij speelde echt heel goed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je mij abonneren? Dat kan. Klik dan hier. Wil je een andere video van me zien? Kan ook. Klik hier of hier. En dan zie ik je bij de volgende video. Hopelijk morgen 2000 likes. En ik zeg live gewoon in de volgende keer. Ik zeg doei. Later.